Hoi, welkom bij Stampin'Up in het Zonnetje. Mijn filmpjesreeks waarbij ik elke week iets van Stampin'Up in het Zonnetje zet. En dit keer dacht ik, ik kom zelf ook maar weer eens in beeld. Dat doe ik eigenlijk alleen maar bij mijn open huisfilmpjes. Maar ik dacht met zo'n cataloguswissel en zo is het misschien toch ook eens leuk om weer eens zelf in beeld te komen. Niet omdat ik denk van, oh wat leuk voor iedereen, maar misschien vind jij het wel leuk om eens te zien wie ik eigenlijk ben. En daarom dacht ik, nog maar weer eens een keer in beeld. Dit keer gaan we mijn filmpje over de uitverkoop die in april begint. De uitverkoop van de jaargids en er gaat heel veel weg voor heel weinig. Ik heb alles uitgezocht en genoteerd en dat ga ik je nu presenteren. De camera wordt nu even lekker op zijn eenvoudigst omgedraaid. Dus dan gaan we van start. Daar komt hij. Camera even neerleggen op de goede plek. Even zien. Oh, ik heb de camera andersom dan anders. Daarom staat dit nu helemaal verkeerd. Ja, de eerste keer is altijd lastig, hè, jongens. Ja. Wordt dit hem? Zo, inzoomen. Oh, kom jij ook even kijken? Inzoomen. Netjes recht, hou ik van. Je ziet hier nou nog net de poot. Eens even kijken. Lekker, helemaal niet belangrijk, denk jij misschien. Ga maar door, dat ga ik nu doen. De jaargids is er nog tot en met april. De laatste weken van april gaan we in de uitverkoop. Hier zie je het, 9 tot en met 30 april. Dat gaan we doen met deze dikke jaargids. Dat gaan we ook doen met de dunne voorjaarsgids. Ook kortingen. En ook hiervan, wat gaat weg en wat blijft. Dit ga ik in een apart filmpje laten zien. De jaargids ga ik nu laten zien. Hier gaan we dadelijk afscheid van nemen. En dit is dan, dan moet jij er niet voor gaan staan, want heel veel mensen vinden dit super leuk om te zien misschien. Dit wordt de nieuwe jaargids. En je ziet het al, hele andere voorkant. Dat komt omdat de gids aan de binnenkant ook helemaal is aangepast en een hele andere opzet heeft gekregen. Deze gids is vanaf mei online te bekijken. Bestel je wel eens wat bij mij, dan hoop ik dat ik eraan denk dat iedereen een gids stuurt. Als je denkt, ik wil ook wel graag een gids, want ik vind het leuk om naar je filmpjes te kijken. Ik ben wel eens een keer nieuwsgierig. Dat kan ook. Neem gerust contact met me op. En dan komen we daar wel uit. Meestal doe ik dan, ik stuur je de gids toe. Heb je een klein beetje portokosten. En mocht je dan iets gaan bestellen, gaan die portokosten weer van jou bestelling af. Dan reken ik die niet. Dan gaat dat. Je zit er wel voor. Dan gaan we daar wel op. Mijn mailadres hier. Ja, dat kan iedereen zo super goed zien. En ook hier staat mijn website. sandrakleine.stampin'up.net. En daar kun je ook alles van Stampin'Up bekijken. Ik moet eerlijk toegeven dat ik wel eens vergeet dat ik die website heb. Dus dat gaat automatisch allemaal via Stampin'Up. Dat is hartstikke handig. Mijn geheugen laat mij soms wel eens in de steek. En dan loop ik een beetje achter daarmee. Ik doe altijd mijn best en ik ga ook weer mijn best doen om dit allemaal aan jou te laten zien. Ik ben een hele dag aan het puzzelen geweest. Jij moet nu echt weg. Joepie. En puzzelen geweest om alle lijsten uit te pluizen. Wat is nou de nieuwe prijs? Wat gaat weg? Wat blijft? Etcetera. Allemaal in dit boekje gezet. Dit is het begin van alles. Van de gids met waar we is er allemaal introductie. En dat begint meteen met die ballonnen die we ook in het Nederlands hebben. Nou, je ziet een rode kring eromheen, dat betekent dat het weggaat. Rood, gaat weg. Heb ik er EN, NL of DU of RR, FR heel soms gedaan. Eigenlijk heb ik alleen maar gekeken naar Engels, Nederlands en Duits. Als het dan lekker is afgeprijsd of welke prijs het ook maar heeft, zet ik er dan bij. Zet ik er ook nog zo'n gele acieren cirkel omheen, dat betekent dat het heel goed is afgeprijsd. Heb je 40 of 50 of 60% korting. Dan heb ik hier ook nog heel vaak bundel opgeschreven met een prijs. Kijk, dit is al in een goedkope bundel te koop met dit bestelnummer. Dan is het 64,75. Maar straks, als je de spullen los gaat bestellen, dus een losse stempelset en een losse stansenset, krijg je deze bundelprijs. Dus als ik dit erbij heb gezet, moet je de dingen los bestellen. We beginnen dus mooi goed. 18 euro voor deze Nederlandse set en eventueel in een bundelcombinatie. Ik heb alles erbij geschreven. Dus het is niet echt nodig dat ik alles benoem, want je kunt het in het filmpje allemaal zien. De meest interessante dingen ga ik wel even noemen, zoals dit. Want ook deze set is in het Nederlands. Die gaat weg met een kleine afprijzing van 24 euro.
Maar de Engelse is beter afgeprijsd. En ik denk dat de cirkelpons blijft. Kon ik niet helemaal zeker uitkomen. Ik heb echt mijn best gedaan. Mocht ik een fout in hebben gezet qua prijzen. Of iets wat misschien in de lijst verkeerd heeft gestaan. Dat ik het verkeerd heb overgenomen. Pin me er niet op vast. Ik heb mijn best gedaan. En hier zie je ook weer, heb ik het nog even expres benoemd. Die Engelse bundel is dan nu €42. En dat is toch een stuk goedkoper dan wat die eerder was. Dus zo heb ik het allemaal aangepakt. Ook hier een super goede afprijzing. Dit is een hele leuke set. Al deze teksten in het Engels wel. Die zijn allemaal met een stansje. Dus alles kun je stansen. Dan krijg je dit soort dingetjes. En die bundel is dadelijk dus echt heel goedkoop. Hè? €31,20. Kan niet mevrouw. Je zit ervoor. Die gaat weg. Ook dit is weer een hele interessante die benoemd moet worden. Dit is een pons waarmee je een kers kunt ponsen en het blaadje. En het is dus helemaal afgeprijsd naar heel weinig. Engels, Duits en een bundel met die pons is nu dit. Dus €24,50 of €26,70. En dat is echt een koopje. Ook dit is een hele leuke stempelset voor weinig nu. Als er... zo af en toe, nou, dan laat ik je zo zien. Ook hier weer bundelprijzen, vooral de Engelse bundelprijs is dan dus heel interessant. Gaat weg. €15,50 staat daar trouwens. Ook dit gaat weer weg voor een spotgoedkoop prijsje. Leuke stempelset. Alleen in het Engels, dus daarom staat er verder geen taal bij. €11,50. En deze pons, dan kun je die doen. Die zit er ook bij als je samen die bundel doet voor €25. Heb je een mooi kadertje om. Dit past ook weer precies in die pons. Dus dat is echt een, net zoals dit. Daar kun je dit mee doen in die pons. Dus een hele, hele grote tip is deze stempelset met pons. Ook hier weer de afprijzing. Ook dit is weer een hele interessante prijs. Een hele bundel van deze leuke set in het Engels en Duits. Samen met de stansen voor €33,20. En dit heeft een hele leuke stansen. Je ziet dat ongeveer alles met een stansje kan. En dan zitten er ook nog stansen bij om deze prachtige olielamp te maken. En die leuke vliegjes. En nog wat meer. Dus alle stansen komen achterin. Ik vraag me af of jullie het goed kunnen zien nu die kat daar zo zit. Ik denk het wel, hè. Zo. Dit gaat weg. En voor Duits, als je denkt, dat vind ik zo leuk, die bloemen. Koop dan gewoon die Duitse set, dan heb je Duitse teksten. Maar ja, wat maakt dat uit? Als je die bloemen, dan heb je voor €10,40 een hele leuke bloemenset. Dit gaat ook allemaal weg. Ook hierbij weer een toevoeging. Want dit is een hele leuke stempelset van Ansig al. Maar in het Nederlands ook te krijgen. En het heeft in het Nederlands met deze opzet qua tekstlettertjes een heel mooi stempeltje. Ik wilde je even laten weten dat ik aan je denk. En die heb ik heel vaak gebruikt. En de Nederlandse set is nu straks maar €12,40. Een bundel met de uitgebreide viooltjesmogelijkheden. Bundel €31,90. Ik weet niet hoeveel er in het magazijn nog in voorraad ligt. We gaan het natuurlijk allemaal proberen. Wil je nou iets bestellen van tevoren? Mij laten weten, want dan ga ik allemaal voor jou. Ik blijf 's nachts op en zo. En probeer ik het allemaal snel te doen. En ik regel heel graag je bestelling voor je. Dat blijf ik ook doen. En dat is het handigst als je dat even via de mail aan mij laat weten. Die dus. Dit gaat ook weg. Eigenlijk gaat bijna alles gaat weg. Hier zie je verder weinig toevoeging. Want in het Engels is hij een beetje afgeprijsd. De andere stempels niet. En de stansen zijn ook niet afgeprijsd. Dus dit is toch nog steeds de voordeligste aankoop als je het met de bundel doet. Ik doe dat weer even aan de kant. Kijk hoe lang ze weg blijft. Ook dit is weer een mega interessant gevalletje. Want dit is een hele leuke stempelset voor weinig. En je kunt hier ook een hybride embossing folder bij bestellen. Dat betekent dat je deze citruspartij kunt embossen. En je kunt hem ook nog stansen en dat ook tegelijk. En dan kun je dus hele fraaie dingen maken. En de bundel hiervan is nu deze prijs als je het los bestelt. Ook dit is een mooie set met grote letters. In het Duits is deze ook erg leuk. Dit gaat weg. De Nederlandse teksten hiervan gaan ook weg voor €18,60. Ook hierbij zie je weer opeens groene krulletjes. Nou, dat blijft in de collectie.
En dit is jammer, deze gaat weg, is iets wat afgeprijsd. En wat blijft, dat is de pons waarmee je de bloemetjes en de blaadjes kunt ponsen. Dus ik heb 3 keer nagekeken, eerst dacht ik wel, toen weer niet. En klopt het allemaal wel, maar volgens mij gaat dit eruit en blijft de pons. Dus je kunt ook denken, ik doe eerst die bloemetjes, wacht ik tot een andere keer volgend jaar om de pons te doen. Ook deze is maar 12 euro, een hele mooie set met die appels. En daar kun je ook andere citrusvruchten bijvoorbeeld van maken. Dit is weer een hele interessante. Want de stempelset is in het Engels nog maar 29, Duits 11,50. En daardoor heb je een bundel met een hele uitgebreide stansenset om kransen te maken. Dan heb je dit als prijs. Dat is echt interessant. Heel leuk voor kerst. Dit gaat ook weg. Stempelsets goed afgebreid. De nieuwe bundelprijzen, hele uitgebreide set. Hier zie je een krulletje en een rood kruisje. Dat betekent dat de stempelset blijft en de stansenset blijft, maar nu nog in een goedkopere bundelprijs en straks alleen maar los verkrijgbaar. Dus dan betaal je wat meer voor de bundel dan nu. Ook hierbij weer interessante prijzen. Dit ook. De bundel hiervan is ook leuk. Dan heb je namelijk hier zit die leuke stans in met die berkenbomen. Die je dan kunt gebruiken. Die gedeeltelijk uitsnijden. Dus dat is deze. En in het Duits, toch weer goedkoper dan in het Engels. Neem je toch gewoon de Duitse set. Want die Engelse tekstjes gebruik je misschien ook niet. Dus dat is ook een tip. Dit is weer een topper. Een bundel voor 32 euro. Met een hybride embossingfolder. Met bijpassende stansen. Waarmee je, ik weet niet of je dat kan zien, jaarringen van boomstammen kan maken. En er zitten ook nog wat andere stansjes in. Een hele leuke stansenset met een leuke, best wel diverse stempelset. Ook voor de herfst leuk, maar ook voor een verhuizing. En je kunt er heel veel kanten mee op. Is nu hartstikke goedkoop in die bundelprijs. 25,20 euro als je de Duitse variant neemt. Dat is echt geen geld voor stempel, embossingfolder en stansen. Die gaat ook weg. Helaas gaan we deze ook niet meer terugzien in de nieuwe gids. Is bijna niet afgeprijsd. Die blijft, ben ik blij mee. Dit gaat weg. Leuk die haan. Oh, en dit is weer een topper. De stempelset alleen al is nog maar 9,20 euro. En de pons waarmee je dit konijntje kunt ponsen is ook flink afgeprijsd. Waardoor je een bundel hebt van 25,40 euro. En dat is nog goedkoper dan alleen de pons op dit moment. Hè? Dit gaat allemaal weg. Ook een aanrader. 12,40 jongens, voor die hele grappige gansjes. De monkey, de aap, gaat ook weg. Stempelset is al mooi geprijsd. De pons hiervan, waarmee je dit kunt ponsen, en de banaan, is ook flink afgeprijsd. Er zitten ook wat andere vormpjes nog in, waardoor je dus dit kunt doen. Met die oortjes en het snuitje. En zo, er zit hier weer, zie, dat gezichtje erin. Bundel 26,50 euro. Interessant. Dit is verder niet benoemd, dus niet afgeprijsd. Ook hierbij weer een knaller van een bundel. Leuk, die milkshake is alleen al heel erg leuk. 11,50. Neem je die stansen erbij, die hele uitgebreide stansen, dan betaal je 26,30 euro. Dit gaat allemaal weg. Ook dit gaat weg, is niet echt flink afgeprijsd, dus je bent net zo goed koop uit of duur uit met de bundel op dit moment. Ook hier weer, Nederlandse set, de lieve heersbeestjes, 8,80 euro mensen. Met de pons, waarbij je dat lieve heersbeestje kunt doen, 22,30 euro. Bundel, hè? Zelfde verhaal, ietsjes duur, nee. Nederlands wel, maar Engels en Duits niet. Is deze set, die lieve leuke vogeltjes met ook een pons. Dus dit zijn de prijzen van de stempels. En hier hebben we de bundelprijzen staan. Echt, echt heel interessant. De egeltjes hebben dit. Ja, dit blijft. Dit gaat weg. De stansen blijven. Dus daar kun je ook nog overwegen en het in 2 etappes te kopen als je dit heel erg leuk vindt. Want hier kun je dus die allemaal leuke randjes maken van beide stansen. 10 euro deze. Ook hier zie je weer krulletje kruisje.
Dus blijft maar niet als bundel, alleen straks los van elkaar. Dit is ook weer een hele mooie voor iedereen die van vintage ook houdt. Leuk, leuk, leuk. Engels, €10,40 bundelprijs. Hier zit een hele uitgebreide stansenset bij. Daar zit een label in, maar voor de rest, die bloemen kun je er niet mee uit. Want het zijn namelijk allemaal losstaande blaadjes en bloemetjes. Een hele mooie set, komt straks achterin terug. Dus €10,40. Wat kunnen we daar nou nog van zeggen? Ook hierbij weer leuk afgeprijsd, maar als bundel eigenlijk niet goedkoper, omdat de stansen... Oh, de stansen die blijven volgens mij deze. Weet ik eigenlijk opeens niet. Gaat weg. Gaat ook weg. Die blijft. Deze vind ik zelf heel mooi. Ook hele mooie letters. En die is €11,50. Alleen al dat vredesduifje vind ik al hartstikke mooi. Ik vind het een mooie set. Weg, 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 weg en mee. De zandloper, jammer dat die weggaat. Dit is ook weer een hele mooie. Deze stempelset, daar kun je de pons mee gebruiken om dit te ponsen. En je kunt ook leuke harten maken, zoals je in het voorbeeld ziet. En die stempelset is maar €11,20. En neem je die pons erbij, ben je een bundel klaar voor €24,50. Wat kunnen we daar nog van zeggen? Blijft ook, maar niet als bundel. Mijn leuke It's a Science, €14. Oh, die is ook niet duur, hè? Die leuke grappige pizzabakker. En dit gaat ook weg, €14. Leuk voor mannen misschien. Dit is ook weer leuk, vintage journaling, albumpjes, vakanties. €12, kun je niks van zeggen. Dit gaat ook weg. Hier kun je nu deze bundel met die, al die labels die hierbij passen. Als €44 bundel. De stempelset zelf is niet afgeprijsd, maar de stansen straks achterin de gids zijn giga afgeprijsd. Dus dat is ook wel eens leuk. Weg blijft. Oh, deze is ook interessant. Sorry. Dit papier gaat weg. Mooi bont papier. En de achterzijde is ook interessant. En van het heelal ook. €9,15. En dit holografische papier is afgeprijsd naar €11,02. En hier zien we weer stempels, bundels, prijzen. Dit is ook een hele leuke tip. Deze prachtige piratenboot met die zee, die wolken en een hele uitgebreide stansenset erbij. Zie je ook met die golven. Die hele bundel is straks in de uitverkoop €31,60. En dat natuurlijk is stempel. Weg. Bundel gaat weg, artikelen blijven. Dit is ook een leuke bundel die straks €40 kost. Dit is ook een tip. Ik hou van muziek, dat weet je misschien zo langzamerhand. €10,40 voor deze leuke muziekset. €10,40. Niet duur. Gaat ook weg. Dit papier heb ik dus niet kunnen ontdekken dat het weggaat. Ik zie het ook niet in de nieuwe gids staan. Dus het zou kunnen dat dit in de online onlys komt. Of er is iemand iets vergeten te noteren. Weet ik dus niet. Die gaat weg. Een hele leuke set om in te kleuren voor vriendinnen, zussen, weet ik veel wat. €12 of €15. Deze blijft. En de pons met de blaadjes blijft ook. Dit is ook weer leuk. Gaat weg voor weinig. In dit geval zou je ook kunnen kiezen voor Duits. En die pons waarmee je de flessen kunt ponsen, samen is dit dan de bundelprijs. En hier zie je voorbeeldjes daarmee. Heb je dit of ga je het kopen? Denk er dan ook even aan dat er van die blisters bij zitten. Die je kunt vullen en heel leuk kunt verwerken in je kaart. Deze stansen komen straks achterin, gaan ook weg. Dat heb ik hier niet genoemd. Dit is voor de stempels en bundel met al die takjes en bloemetjes. Om dit allemaal te stansen, €26,10. Een bundel hè, met stansen. €12,80. Dit, alweer zo'n bundel. €12,80 voor de set stempels. Met ook weer een hele uitgebreide stansenset. Samen heb je dadelijk die bundel voor €29,60. Weg ermee. Weg, weg en blijf, blijf. Ook allemaal weg. €11,20 voor deze set, mensen. Die blijft niet. Ja, maar ik vind het een mooie ding. Mooi. Die blijft. Dit gaat weg. In het Engels voor €10 alleen de stempel zet. En hier zie je weer bundelprijzen staan. Dus gaat ook weg. Deze blijft. Bundel gaat weg. Dit papier gaat ook weg. Ook voor €9,15. En deze leuke
dingetjes. Ik weet opeens niet meer hoe zulke dingetjes heten. 682. Mooie kleurtjes. Pecan pie. Boho blue. Balmy, dat weet ik even niet. Lemon lolly. Een mooi moment om eens een keertje van onze mooie bling bling aan te schaffen. Past dat dus zo mooi bij de rest. Dit is ook een tip. Stempelset bundel. Met die prachtige golf erin. En ook hele mooie labels. Oh, hier heb ik een keertje Frans opgeschreven. Waarom? Nou, de Frans is echt een stuk goedkoper dan die andere. En deze stempelset is dus heel mooi om te hebben. Om een watercolor look te geven. Ook al vind je die bloemen helemaal niks. Met deze, dat. En dan mengen met dit soort dingetjes. Dan kun je zulke mooie, super interessante achtergronden mee maken. En die, waarom zou je dan dat niet in het Frans doen? Dan heb je deze prachtige stempels om dat te kunnen maken. Super handig en makkelijk. Meerdere kleuren mogelijk. En dan heb je Franse tekstjes. Maar wat maakt dat nou? Er zijn er maar 4. Maar voor 18 euro kun je dus wel erg mooi die hele stempelset gebruiken. Er zit ook een stans bij. En die stansenset die hierbij hoort, die heeft dit. En dit is ook een heel erg mooie stans. Die is zo groot of zo. Echt eventjes over nadenken misschien toch maar. Dit, dat. Gaat weg, blijft. Er zijn heel veel achtergrondstempels die weggaan. En ook een heleboel voor weinig. Hier zie je de prijsjes staan. Dus ook weer eens interessant. Dan komen we bij de kleuren. Dat wisten we al. Deze familie van 5 kleurtjes. Die stopt in 2024. Krijgt straks 5 nieuwe kleurtjes terug. Al het. Even kijken. Alle stamping blends. Zijn straks dit de prijzen van. Dus variërend van 7,35 tot 8,57. De flesjes navulling variëren van 4,37 tot 5,62. En alle inktkussens hiervan zijn 8,80 euro. Hier heb ik ook weer de groepjes genoemd die weggaan. Want ja, dit is ook weer diezelfde inkkolenfamilie. Je kunt duidelijk de 12 inch papier is afgeprijsd. En de Right Markers, die ronde stiften met watergedragen inkt, zijn ook flink afgeprijsd. En wat ook flink is afgeprijsd, dat zijn die markers, de ronde markers, in de nieuwe kleuren. 28,05 euro. En ook het hele pakket met al die nieuwe kleuren in één keer kopen, is afgeprijsd. Alles wat ik verder niks heb gedaan, dat blijft gewoon. Hier zien we weer een lekker veel rood. Een erg interessant gegeven is dat de dikke Fairy Vanilla cardstock eruit gaat. Ben je daar fan van? Bestel hem dan. Misschien nu al, want dit wordt ook niet afgeprijsd en op is op. Hier zie je dus andere prijsjes weer staan. Dit is al het speciaal papier. Zoals je ziet gaat alles weg behalve het goudglanspapier. En hier zie je nieuwe prijzen staan en hier ook. Dat is ook weer een mooie gelegenheid misschien om eens een keertje weer van het speciaal papier te kopen. Want vooral dit is natuurlijk hartstikke goedkoop. Mooi papier. En dit is in die 5 kleuren die weggaan. Het is allemaal mooi. Nu ben ik dus soms een beetje verward en weet ik niet zeker of het wel of niet papier blijft. Het komt, dit weet ik zeker, deze 2 blijven in de jaarcollectie. Dat is ook bijna nog nooit eerder gebeurd. En hier zie je de, wat weggaat met de prijzen. En hier een klein vraagtekentje erbij, dat ik niet helemaal zeker weet of iemand of het niet op die lijst heeft gezet, of dat het misschien in de online only komt. Nog meer papier wat allemaal weggaat. Hier ook, we hebben altijd elk jaar van onze kleurfamilies een pakketje designpapier. En de patronen veranderen elk jaar, dus elk jaar gaat dit ook weg. Hier zie je de prijzen staan van straks in de uitverkoop. Ook dit zeer interessant. Dit gaat weg. Maar hier dus ook de Very Vanilla enveloppen gaan ook weg. En ook de Very Vanilla enveloppen met notecards. Of die kleine kaartjes met envelopjes gaat ook weg. Dus ben je fan van Very Vanilla? Moet je nu misschien een klein beetje gaan hamsteren. De schablonen gaan weg. De heat en stick powder gaat weg. Dit houden we allemaal. Dit ook.
Dus ook weer heat en stick. En dan zijn we bij de decoratie aangekomen. Dat heb ik er ook allemaal in gezet. Dus dan kun je heel goed even je beeld stopzetten. Dat is het handigst. En ook hier weer met geel als het 40, 50 of 60% korting is. En wat ik al zei, een mooi moment om deze bijvoorbeeld nog even te kopen. Want dit zijn wel een van mijn favoriete blingertjes van dit jaar geweest. En hier zie je ook de blisters staan. Oh, het lint gaat ongeveer weg. Ook hierbij even kijken, rustig in je opnemen. Van dit zijn 5 kleuren beschikbaar, waarvan er 2 zijn afgeprijsd en de rest voor de gewone prijs. En dan hebben we dit ook. Oh, hier heb ik een fout gemaakt. Dit jutetaal blijft en dit gaat juist weg. En ook dit is weer leuk, €7,60. Maar heb je wel 5 rollen in die 5 kleuren die weggaan. Dat is echt, een goede deal. Die gaan ook weg. Ook een goede deal. Zijn allemaal €6,60. En dan heb je dat mooie glans metallic smalle lintje. Waar ik ook groot fan van ben geweest. Nog steeds. Maar ik bedoel, ik heb het veel gebruikt. Ik hou ervan. Hier staat er weer voor. Zie, die weet dus niet helemaal zeker. En de rest, wat ik hier staat, gaat weg. De aapjespons. Ik heb al soms de kers, heb ik al benoemd. Hè? Die is €13,50. Een heleboel ponsen zijn straks maar €13,50. Die heb ik ook weer opgeschreven of er bundels bij zijn. En wat een hele goede tip is, is de wolk. De wolkenpons. Echt, heb ik erg vaak gebruikt. En die is ook voor de helft van de prijs. En zie, dit blijft dus. En de rest gaat, kun je even rustig in je opnemen. Wat ook een hele grote verrassing is, dat blok A van het stempelblok, de blokjes A, G en I gaan weg. Dus ook een tip om over na te denken. Nou, juist dat hele kleine blokje voor kleine stempeltjes, ik hou ervan, niet afgeprijsd, dat is jammer, maar even een dingetje om over na te denken. Nou, dit blijft gelukkig allemaal gewoon. Hier zien we weer alle bundels voorbij komen, heb ik alles nog weer even opgeschreven. Dat als je het los bestelt, wat dan de prijs is. Dus dan heb je dit allemaal. Dan komen we bij de losse vermelding van alle losse stempelsets. Heb ik ook weer geel gebruikt als het 40, 50 of 60% korting is. Het werd opeens zo druk overal. Heb ik ook weer een hokje eromheen gedaan voor de prijs van alleen de bundel. Dus hier zie je toevallig die boompjes waar ik het over had. Die hele bundel is nu, of de stansen zijn 22. En hier zie je dan nog even de bundelprijzen staan. Ook deze gaan weg, die heel mooie imprints geven. €16,80. Hier zie je die grote bloemenpartij waar ik het net over had met die Franse set. Nou ja, dit is ook 22. Een heel grote stans om kersttakjes te doen. Hier zie je die uitgebreide stansen set van die kerstkransjes of wat je die ik straks noemde. Dit zijn al die bloemetjes die bij de Dainty Delight horen. Ook deze stipjes, die gaatjes maken, €15,60. En deze doilies, ook combinatie van embossing folder met een hele mooie stans, €25,50. En zo, oh, ja, nou sorry, deze moet ook nog benoemd worden. Dit is de stansen set waarmee je dat draaiwieltje kan maken. En die is echt gaaf. €28,80. Dit. Ook een hele mooie stansen set. Ook hier weer lekker veel gekrast. Dus de Engelse stansen set hiervan. Die kun je ook zonder stempels gebruiken. Is €15,60. So much love for you. Hier zien we die €23 voor die stansen set. Met al die bloemetjes die ik net bij de Quiet Meadow heb benoemd. Dit zijn de piraten. €22,50 voor dit. Nou, hier zien we die viooltjes. Dan zie je hoe uitgebreid die stansen set is. Dus alles met rood gaat allemaal weg. En dit is die van bij aan de zee. Rendieren. Maar die kun je eigenlijk niet goed zonder de stempels. Dus hier moet je eigenlijk wel voor de bundel gaan. Deze stansen set gaat weg. Die stansen set waarbij je dat grappige kribbeltje in je papier kunt laten drukken, gaat weg. Dit zijn die citrusvruchten. De zee.
Deze set is ook leuk. Dan heb je deze grote dingen. Dat hoort bij de Two-Tone Flora. Dan heb je een hele mooie grote daarbij met die stans. En de embossing folders nog. Alles met rood gaat weg. En een heleboel voor de helft van de prijs. Dus erg interessant. En voor zover ik weet, blijft de rest wat ik groen krulletje heb gegeven op de een of andere manier in ons assortiment. En dan zijn we er klaar mee. We zijn er helemaal klaar mee. Boekjes uit. En je hebt wat om over na te denken, denk ik. Ja, jij dan? Ga je er ook over nadenken? Of ga je gewoon lekker weer voor de camera zitten? Ik hoop dat je hier wat aan had en dat je dat handig vond. En ik ga ook zo'n filmpje maken, dus met de voorjaarsgids. Heel graag tot een volgende keer. Doei!